Ja, ik wil vertellen over het boek Essentie, een innerlijke weg tot zelfrealisatie. Het is een boek van een schrijver die heet Almaas. Almaas is iemand uit Kuwait en hij geeft een filosofie weer die een mengeling is van soefisme, dus de islamitische mystiek, het boeddhisme, het platonisme, maar ook de moderne psychologie en de vierde weg van Gurdjieff ook. En wat mij raakt, is dat het het gaat over de essentie van ons allemaal, en eigenlijk de essentie van de hele wereld en het hele universum, als een levend ding. Dus alle, zoals wij het zien, levende en niet levende objecten om ons heen vormen in principe een ziel. En taak is van ieder om door zelfrealisatie, meditatie en onderzoek naar jezelf tot rust te komen en eigenlijk thuis te komen in je eigen zijn. Want dat is uiteindelijk het doel, het gemeenschappelijke zijn, en, de eenheid van het zijn eigenlijk, zoals het heet. En dat vertelt hij op een hele mooie manier. Ik zeg het al, het is een mengeling van oude dingen, maar ook de moderne psychologie. Dus het heeft ook een onderbouwing vanuit de moderne psychologie. Het is niet een heel zweverig verhaal zoals we meestal zien, maar dit is een goed gefundeerd verhaal. En ja, dat sprak me heel erg aan.